Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we geen bewolking in de buurt van Nederland. Pas in het oosten van Duitsland komen we weer wat wolken tegen. De vrij heldere omstandigheden zorgen voor een zonnige ochtend, hoewel kan het vroeg in de ochtend nog even mistig zijn. Temperaturen lopen rap op naar zo'n 18 graden. En vanmiddag wordt het dan zo'n 20 à 21 graden op de Waddeneilanden en rond de 23 graden in het binnenland. De zon blijft volop schijnen, er is amper een wolkje aan de hemel en de wind komt uit het oosten tot het noordoosten. Vanavond blijft het helder, blijft het ook droog, ligt de temperatuur rond 18 graden en in de nacht kan de plaatselijk weer nevel of een mistbank ontstaan. Mocht je vandaag geen kans hebben om te genieten, nou dan is er morgen een tweede kans. Ook dan is het weer volop zonnig, paar stapelwolkjes in het zuiden en de temperatuur gaat iets verder omhoog naar zo'n 23 tot 25 graden. De wind blijft uit het oosten waaien en wordt smiddags matig windkracht 3 tot 4. Vrijdag komt er meer bewolking, dan kunnen er in de loop van de dag buien vallen, mogelijk met onweer. En ook zaterdag en zondag moeten we rekening houden met een enkele bui, maar de zon schijnt ook geregeld. De temperaturen gaan in het weekend langzaam weer naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.